Ik was een beetje aan het fantaseren. Ja, over die bijeenkomst daar in Hilversum. Bij die formatie. Ja, op dat landgoed. Die Zwaluwenberg. Ja, en maar al die arme journalistjes, die parlementaire jongens, die staan daar voor joker. Ja, die tappers na. Neem ze op. Ja, krenten weg. Nou goed, in ieder geval, ik zat. En ineens zie ik het hele gebeuren daarbinnen. Zie ik zich afspelen. Ja, weet je wel, hebben ze gegeten zo. En dan gaat de boel, die gaat naar de bar. En dan in mijn gedachten speelde zich dat af. En dan zegt die Pieter, ik geloof het wel hoor. Ik ben klaar met de dag en ik ga lekker naar bed. En die loopt zo de trap op. Ja, en die Geert Wilders, die roept hem nog na. Welterusten Pieter. Zie je dat voor je? En die Pieter die zo omhoog schokt, die zegt, wat rustig Geert. Ja, dat. Ja. En dan staan ze daar nog aan de bar, hè. Dus er blijven nog een aantal hangen, hè. Dus er staat Mona, die staat daar nog aan de bar. En natuurlijk de Caroline, ja, die is er zeker bij. En Geert. En de Dylan, ja. En dan zegt die Dylan, die zegt zo tegen die Caroline, dan ga ik straks lekker naar mijn kamer. Zegt ze, ga ik nog even lekker Winter voor Liefde kijken. Oh, zegt de Caroline, nou dat verbaast mij zeg. Dat jij daar naar kijkt, ja, daar kijk ik ook naar. Weet je, leuk dat menselijke contact zo, hè. Dat je dat soort dingen over elkaar leert dan. En dan hebben ze het samen over van, nou, wat zou Saul gaan kiezen? Wie van die twee dames zou die gaan nemen? Daar hebben ze het dan over, hè. Zie je het voor je? Zie je het voor je? Ja. En dan wordt er nog eventjes even leuk een Nederlands liedje opgezet. Mona, weet je wel. En die zet John de Bever op, want dat vindt Caroline leuk, hè. Ja. En Geert, die zingt uit volle borst ook mee, hè. Van de... Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Nou, en dan gaat de hele boel gaat lekker slapen. En dan de volgende dag zitten ze weer bij het ontbijt. En dan zegt Dylan tegen Plasterk... Kun je misschien even de koffiemelk aangeven? Ah, jongens, is je goed? Ja, dat soort zinnetjes alleen al, vrienden. Ja, dat speelt zich allemaal af ineens. Ja, die vrolijke truttigheid. En dan maakt Mona, die maakt nog even een grapje. En die zegt, was jij dat nou, Pieter, die vannacht op mijn deur klopte? Ha, weet je die? Om het ijs een beetje te breken ook. Die gooit ze eruit. Ja, en dan zegt de Caroline, die zegt tegen Geert dan van... Geert, zal ik voor jou nog even een yoghurtje meenemen? Een yoghurtje. Zo'n zin alleen al, om in te luisteren. Zal ik voor jou nog even een yoghurtje meenemen? Ah, vrienden. Ja, dat speelt zich allemaal af. Daar denk ik dan, binnen die muren. Ja, en dan we hopen dat ze er een beetje opschieten.